Wat hebben Jeske, Bosco, Casper, Eric, Jikke en Carlton met elkaar gemeen? Nou, ze bouwen, knutselen en spelen mee met de Power of Play. En leren zo in Rwanda en in Nederland hun eigen speelmaterialen te maken. De kinderen leren met elkaar en van elkaar. En ze ervaren zo de kracht van spelen. Power of Play noemen we dat. Power of Play is een prachtig project, samen van Right to Play en Jantje Beton, mede mogelijk gemaakt door de Postco Loterij. Dat stimuleert kinderen om met afval, eigenlijk met recyclemateriaal, speelgoed te maken. Nk'urugero batweretse ukuntu wafata imyenda yashaje ukayibangamo umupira abana bakawukina. We hebben hier levensgrote auto's hebben we langs zien komen. We hebben bootjes gemaakt en allemaal van materiaal dat anders in de prullenbak was beland. Daar ben ik eigenlijk wel het meest trots op. Ariko ababa muri Power of Play bakurikiza ziriya skills bakabari cooperation, communication, critical thinking, byose bakabihuriza hamwe baba babizi. Ja, het project loopt hartstikke goed. We bereiken 20.000 kinderen in Rwanda en Nederland. Verdeeld over in Nederland in elk geval 50 basisscholen en BSO's. En ook in Rwanda laat de Power of Play het belang van spelend leren zien. Because now children developed their creativities, there are more self-confidence, there are more collaborative. Cyane cyane mu Rwanda iteza imbere imikino. Ntabwo bikiba ari bya projet. Op steeds meer scholen in Nederland en Rwanda ervaren kinderen de Power of Play en maken ze prachtige speelmaterialen. Ik heb een trein gemaakt. Ik heb een DJ-tafel gemaakt. Power of Play is een project van Right to Play en Jantje Beton en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.